Mijn naam is Bart Snels. Ik ben 55 jaar. Ik ben woordvoerder financiën voor GroenLinks en ik doe de hele portefeuille financiën. Het toeslagenstelsel is wel failliet, ja. De overheid is achter mensen aan gaan jagen en heeft ze in hele, hele grote problemen gebracht. Dat we de zorgtoeslag, de kinderopvangtoeslag ook afschaffen. Door de kinderopvang gratis te maken en uit publieke middelen te gaan financieren. De zorgpremies kun je verlagen, het minimumloon verhogen. De lasten voor mensen verlagen en dan kun je het echt zonder die toeslagen. De enige toeslag die wij nog in stand houden in ons programma is de huurtoeslag. Je zou ervoor moeten zorgen dat mensen gewoon voldoende inkomen hebben, zodat ze een toeslag niet nodig hebben. Maar ook dat de belastingen omlaag gaan voor mensen met een inkomen. Het is zo ingewikkeld geworden dat het ingewikkeld is om het weer eenvoudiger te maken. Ons programma stelt ook gewoon een forse herverdeling van inkomen en van vermogen voor. En wij gaan ervoor zorgen dat mensen met lage inkomens er ook echt op vooruit gaan. Dat doen we wel met een aantal maatregelen tegelijkertijd. Wij introduceren ook nieuwe kortingen in het belastingstelsel. Een korting voor werkenden, een korting voor mensen met een uitkering, een korting voor mensen die gepensioneerd zijn, waardoor je die maken we ook verzilverbaar. Een van de grote problemen van de heffingskortingen die nu in het belastingstelsel zitten, is dat ze niet verzilverbaar zijn. Dus als je te weinig belasting betaalt, heb je er wel recht op, maar krijg je hem niet omdat je te weinig belasting betaalt. Dat het voor burgers eigenlijk steeds moeilijker is geworden om toegang te krijgen tot het recht. Er is bezuinigd op de sociale advocatuur. En eigenlijk zouden we daar weer fors moeten investeren. Het is misschien wel een van de belangrijkste dingen die zou moeten veranderen in de verhouding tussen de burger en de overheid. De overheid moet niet zomaar achter mensen aan gaan jagen als de overheid denkt dat mensen een foutje hebben gemaakt. Dat fictieve rendement. GroenLinks was er toen al voorstander van dat we die heffing op vermogen en vermogensrendementen, dat we die baseren op reële rendementen. Nou ja, als de rente nul is, betaal je gewoon helemaal geen belasting bij GroenLinks. Als je werkt en inkomen uit arbeid haalt, dat je dan meer belasting betaalt dan als je inkomen uit vermogen haalt. Dus die tarieven mogen gelijk zijn. Maar er zitten natuurlijk wel vrijstellingen in en het eigen huis wordt vrijgesteld. En wat wij eigenlijk ook voorstellen is om een miljonairsbelasting in te voeren. Dus als je meer dan een miljoen hebt of meer dan 2 miljoen, dat je dan ook echt een vermogensbelasting betaalt. Vanaf een miljoen dus. Maar mensen die weinig verdienen, dat die minder belasting moeten gaan betalen. Ja, hoe meer inkomen je krijgt, hoe meer belasting je gaat betalen. De echte grote erfenissen, dat die wel wat meer belast zouden mogen worden. Dus ook daar mogen de tarieven dan wel wat omhoog. De jubelton gaffen wij af. Als je nu geboren wordt in een rijk gezin, dan heb je als kind heel veel profijt daarvan. Maar uiteindelijk zorgen we ervoor dat er in koopkracht mensen, iedereen erop vooruit gaat. In 1-2% punten per jaar, behalve de allerhoogste inkomens. Dus de kinderopvangtoeslag afschaffen, de vermogensrendementsheffing aanpassen, zodat mensen met spaargeld geen belasting betalen en zorgen dat de lage en de middeninkomens erop vooruit gaan.